Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij met ons. Ja, wat is het? Dok achter dingetje verder. En ja, eens even kijken. Eens even kijken. Veel mensen hebben nog gezegd van. Ronald, je moet hier even nog een badkamer maken en zo. Maar. Ik. Ik vind dit eigenlijk wel mooi. Hier kan ik er allemaal mooie slime balls en enchanted books en zo in doen. Oké, okay, ik moet toegeven, ik vind dit niet het mooiste. Maar ja, het kan nou even niet anders. En um, ja, nou, dat, ik zeg nou maar ook niet dat het lelijk is, maar ik vind het gewoon op zich wel prima. En natuurlijk, ik vind mijn slaapkamer wat dat betreft best wel gaaf. En ik heb een paar hele leuke mods gevonden: uh, waarmee ik allemaal planken kan doen, en uh, tool racks en dat soort rotzooi allemaal. En misschien ga ik die nog wel installeren, maar uh, dat weet ik niet, moet ik even kijken. En um, ja, dat zien we dan allemaal wel. Dan kun je ook allemaal van die shells voor potions en zo doen, dat is echt uh, gaaf. Maar goed, wij gaan vandaag even verder hiermee. En ik zat een beetje te twijfelen: wil ik dit nog één extra doormaken? Of wil ik dit zo laten met het dek? Dus wat ik ga doen is: ik hak dit even in, zo. En dan gaan we even kijken. Oh, mijn god, komt die kat weer aan. Ja, jongens, ik heb Gizmo hier op bezoek vandaag. Het is echt, echt gewoon niet te normaal. Dus als jullie miauw horen, dan is dat Gizmo die uh, uh, ja, mijn moeder kwijt is. Want wel, ja, nou dan heb je het al. Hij gaat aan de stoel krabben, Gizmo. Even kijken. Nou, ik vind dit wel redelijk. Nee, die kloonbasis, jij katten. Oké, okay, nou is het klaar. Kom. Na de video geef ik je jou wat aandacht en alles. En Kom dan nou maar gewoon. Hé, hey, wat is het nou? Moet je nou met me nog naar het stukjes kiesje? Nee. Dat bedoel ik. Weet je wat? Je mag niet wel zijn. Als je maar lekker op bed gaat liggen. Ga maar gewoon lekker op bed liggen. Ga maar slapen of iets anders doen katten leuk vinden. Oh my god, dan moet je die honden van mij zien kijken, die staan zo achter die vent van ik kijk en zie je En dan wil hij weer weg, wat is dat toch maar wezen? Oh god, dan rij ik met mijn stoel over mijn headsetkabel heen. Ja natuurlijk, open de deur, maar zo vind ik het beter te doen, dan kan ik de deur weer Geweldige Geweldig zo mooi. Wat echt enorm Waar ik moet al naar beste. Maar ik ga hier nog opnieuw beginnen, want het is van dat um, leuke commentator rotzooi, dat is altijd grappig om te zien. Goed, wel ik zit. He, he. Nou, uh, terug naar dit. Ja, ik. Ja. Ja. Ja, dit is beter, denk ik. Zo'n groot plekje, dit. Oké, okay, wel, nu gaan we even die kant verder op. Even kijken, daar hebben we dit voor nodig. Daar hebben we dit voor nodig. Uh... En slaps, oké. Okay. En dan gaan we verder. Plop, plop, plop. Plop, plop. Oh, wacht, ik moet de sound er even aanpassen. Uh, nee, niet hier, hier. 20 en music naar 10. Zo. Goed jongens, ik wil het vandaag even met jullie hebben over de 6 uur livestream. Want wel. Jullie ja, en ik hebben zoiets van weet je waar wij gaan. Um, uh, ja, wel weer die 6 uur stream proberen. Want we wat de afgelopen tijd niet meer echt gedeedd was. Dus ja, we moeten nog even kijken precies wanneer we dat gaan doen. Maar we plannen in ieder geval om het nog in juni te gaan doen. Het is misschien best wel vaard, Maar ja, het is vandaag in juni. En wel er zoveel bij. En wel, ik denk dat we dat dan zo ongeveer de tweede week van juni gaan doen of zo. Ik weet het allemaal niet. We moeten nog wel wat voorbereiden en alles. Maar um, ja, wij vinden dit in principe wel, 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 wel prima. Zoals we het nou allemaal doen. En uh, we gaan ook wat meer in de server actief zijn. We gaan daar echt gewoon wat meer. Uh, ook uh, aan doen. We gaan wat uh, beveiliging uh, erop gooien. Zodat mensen niet zomaar dingen kunnen slopen. Uh, we gaan absoluut niet. Um uh, ...van het protection erop gooien. Dat mensen hun huis kunnen protecten. Want dat is ook gewoon verkrekt. Dus um, ja, we moeten nog even kijken precies hoe we alles gaan doen. Ook met de stream. Maar we plannen wel uh, dat we in ieder geval sowieso nog uh, deze maand nog gaan streamen. Even kijken. Nou, na de uur stream, dat bedoel ik. Hè? We gaan denk ik wel wat meer livestreamen. Want we streamen ook helemaal niet zo heel veel meer de laatste tijd. Gewoon überhaupt niet meer veel streams. Het is gewoon een beetje... Nou, we in ieder geval niet tijd voor, dan nemen we bijvoorbeeld dat multicraft op of iets in die trend, maar ja. Even kijken, zo. Um, Perfect Tamundo, oké. Okay. Wel, 1, 2, nee, even. Damme, even kijken, zo. Ho, 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 oké. Okay. Uh, oh ja, bij de wij jongens, ik wil nog eens met jullie hebben over mijn bouwproject in Multicraft. Wat mijn planning is. is Ik ben dus bezig met een enorme kasteel. Want dat kasteel heb ik in principe zo klaar. Er komt wel een troonzaal en alles in natuurlijk. Maar het is dus gewoon even, even bouwen en kabelminen en zo. Dus ik ga wel een keer off camera allemaal kabelstone minen. Gewoon omdat wel. Ja, ik heb niet echt wat beters te doen dan. En ik vind het. Ja, niet even, dat filter op Kalbestond te maken. Dan kan ik een mooie branch mine maken. Dus en zo moet ik alleen even kijken waar ik dat wil doen. Maar uh, ja, dan weet ik dat dus even dat ik met een uh, heel groot project bezig ben. Oh, die wil ik ook nog even met jullie over hebben. Want uh, zoals jullie al weten, dan heb ik die monitor kwestie van voor Launch. Uh... Op dit moment, en wel dat is een soort van opgelost. Er komt nog wel een vlog over en alles, maar in principe wat ze mij hebben aangeboden is: dat ik mag uit een paar games kiezen. Ik mag uh, ja, het is een soort code wat ik kreeg, en dat kan ik volgens mij inwisselen. Ik weet het niet helemaal, maar uh, dan moet ik dus nog even precies kijken hoe dat allemaal in, in zijn werking gaat. Maar het is best wel grappig, want ze geven mij uh, sowieso Bioshock, niet Bioshock Infinite, maar een normale Bioshock. Uh, Zou er wat zijn als ik de Bioshock Infinite krijg, nee, maar gewoon normale Bioshock volgens mij. En wel uh, wat ze er dan ook bij doen is dat kan ik kiezen uit of Tomb Raider, die nieuwe Tomb Raider, of Crisis 3. En nou, dat weet je waarschijnlijk al. Ik ga natuurlijk dik voor Crisis 3. En wat ik dus hoop is dat ik zo'n code krijg. Volgens mij is dat ook zo. En dat ze dan, uh, dat ik dat dan kan inwisselen bij de uh, Plaatselijke uh, Toys of Intertoys of zo. En dan kan ik gewoon kiezen uit wat voor games ik uh, uh, ja voor wat wil. Wil ik uh, kruisjes voor de pc. Wat ik niet wil natuurlijk. Maar wil ik het voor dit, wil ik het voor dat. Dan kan ik hem gewoon mooi kiezen, zodat ik me hartstikke leuk. Even kijken, ja, ik ben dus even met het dog ik dat dock bezig. Ga, denk ik, de hele episode die ik had maken. Ik ga alvast een stuk bij de trap maken in ieder geval omdat wel, dat lijkt mij wel, wel, wel handig. Ik heb niet echt veel meer te doen op dit moment. Ik zal dus wat meer gaan, uh, gaan farmen en alles. En ja, er is nog wel een keertje wat ik wil uh, uh, ontdekken een keer. Maar dat gaan we of in een livestream doen. Of uh, nog een keer in uh, een van de komende episodes. Maar uh, ja, zitten we zitten nu nou in episode 27 of zo. Dus wat ik hoop is dat ik dit nog kan afmaken. Daarom wil ik nog wel even een streamje doen voor Ronas wat Minecraft. En uh, wel, dan gaan we dat allemaal afmaken. En dan gaan we wat meer farmen. En dan gaan we zeg maar alles klaarmaken voor uh, Project Netter. Dus ja. Daar gaan we, by the way, episode uh, 31 en 40 mee aan de gang. Want dan heb je, dan heb je uh, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dus tot 40. En dan gaan we bij episode 41 gaan we weer met nieuws bezig. Snap je? Dus ja, even kijken. Goed. Uh, ja. Kopelston, dat had ik nodig. Eerst even slapen natuurlijk. En uh, ja, wat ik ook nog wil doen. Ik wil nog even de, uh, de ding gaan mijnen. De, de opslag bij mijn huis. Maar ik ga denk ik gewoon even wat verder werken aan de um, ja, veranda. Ik ga denk ik die hele brug wel een keer in de stream doen. Maar uh, ja, ik herinner mij nou pas dat ik nog bezig moet met die hele veranda. Oh mijn god, ik heb ook al mijn cobblestone. That ain't good. Dog. Even kijken. Nou, dan moet ik maar zo snel mogelijk. Um... Uh, dat dat, 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 dat kelderding gaat uitgraven. Want dan haal ik echt wel vijf met kabel uit, hoor. En uh, daar komt ook een uh, mushroom farm in. Dus, um, Ja, maar weet je wat ik doe? Ik maak dat nog even af. En dan ga ik gewoon even daarmee aan de gang. Laten we dat maar gewoon eens gaan doen. Even kijken. Zo. Want wel, nu heb ik in ieder geval de plek waar ik ook boot kan aanleggen. Want dat moet gewoon echt even gebeuren. Even kijken. Uh, oké, okay, daar moest kabel, hè? Even kijken. Zo. Uh, plop. Ploep, 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 ploep. Oké. Okay. En dan 1, 2, 3 en dan... Oké okay, zo, maar mijn keel is echt enorm verkrekt. dus... Oh, oh, ik heb gewoon... Echt zere kill. Dus hopelijk uh, gaat dat wel weg, want ik wil onder eventueel streamen met Jordy vandaag. Even kijken, weer wat ik gewoon doe? Ik doe het gewoon lekker makkelijk, YOLO, zo. Kijk, halen we dit weg. Kijk, even dat hout ophalen natuurlijk, want hout is kostbaar. En uh, dan plaatsen we hier gewoon slaps. Oh, wacht. ik moet er wel even water plaatsen, natuurlijk. Uh, pak even, even water zo. En 1, 2, 3. Oké, even tortjes erop plaatsen. Oh god, ik heb er niet eens tortjes meer. Verdorie, even kijken. Nou, ik vriet die kip even op. Want dat is weer uh, extra inventory space voor mij. Nou goed, kijk eens even. Ik ben niet best wel content meer. En ja, dit is in principe het design van Paul zoals junior. Maar zo maakte ik het vroeger ook altijd. Dus ja, niet zo. Even kijken. Goed, wel, Nu moeten we hiermee de gaan. Ja, want ik zit hier honden op mijn veranda. Honden, honden. Uh, oké, okay. Cody eerst. Cody. Co Cody. Naar binnen jij. Mash, oké. Okay. En fives. Oh, Minecraft music is so peaceful. Oké, okay, fives naar binnen. Hup, oké. Okay. Zo, ga jij daar zitten. Goed, nou kan ik hier rustig aan het werk. Goed, wel. Ik ga het die kant opmaken, want dat is gewoon een stuk fijner. Dus dan moeten we dit weg gaan hakken. Oké, okay, Zo. Uh, dan hebben we een schepje nodig. Dit hebben we allemaal niet nodig. Uh, bel ook niet meer. Dus die kan wel werken. We gaan het eten doen. Uh, Wacht, dan maken we eerst maar even wat ladders. Want ik heb geen ladders meer volgens mij. Dus dan moeten we maar even wat maken. Ik heb sowieso wat sticks nodig als het dat betreft. Even kijken. Uh, Oké, okay, dat zijn de drie. Oké. Okay, nou, eens even kijken. Hoeveel zijn dit er? 36 zijn er. Nou, dat is in ieder geval genoeg voor in ieder geval één kant, denk ik. Ik weet niet hoe diep ik het wil maken. Ik zie je me wel. Um... Oké, okay, doe we het alvast zo. Even kijken. Want hier wil ik een plafond. Ja, het plafond wordt wel dit, denk ik. Dus. Dan wil ik het vier hoog. Dus 1, 2, 3, 4. Oké, dan zit de kelder in principe zo. Dan kan ik hier de boven zo. Uh, ja. Oh wacht. Zo. Want daar komen trapdoors op. Dus zoiets als dit, oké. Okay. Nou, en nou maar uit gaan graven, denk ik dan. Uh, oh, wacht. Dat moet ik altijd op die top poep sorry. Um, ik kan hier nog wel wat. Ja, ik maak hier denk ik wel een trap naar beneden in de ken, maar hier moet ik graven. Oké, okay, oh, wacht eens even. Wacht, 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 Ja, daar ben ik niet blij mee, natuurlijk. Want Anders staat op dezelfde hoogte. Dus. Ik moet nog in dieper. Dan maak ik dit plafond van, van wood wel gewoon op. Maakt mij niet uit. Eh, uh, hakken we dit even weg. Oké, okay, goed zo. Oké. Okay. Uh, ja, zoals dit dan denk ik. En dan komt chest, chest, chest. Oké, okay, dat is prima. Dit is een groot genoeg storage. Oké, okay, nou die moeten we dan even wel uitgraven natuurlijk. Het is dus gewoon even een beetje kijken van hoe breed wil ik dat ding. Ehm... Um... Ik heb ook geen torches meer. Het is ook zo'n schijt. Even kijken hoor. Oké, okay, ik moet eerst torches hebben. Want ik kan helemaal niks. Oh, wacht. Ik had toch kool hier naartoe meegenomen? Of beeld ik mij dat nou? Uh, ja, verdorie. Ik heb kool. Goed, goed, Dat is een ei. Dat moet ik niet. Yes, excellent. Goed, oké. Okay. Ehm. Um, uh, nou, gaan we nog maar even die kant op zo. Ja, dat doen we gewoon eerst twee en wel dan zien we wel waar schipstrand Goed gaan we het nu eerst uitgraven. Oké, okay, well, dan moeten we even gaan rekenen. Um, um, Wacht, dan moeten we dit eerst even weghaken dan school ergens natuurlijk. Oké. Okay. Want er komt nog een grote furnace room. Er komt een uh, trap hierheen naar eventueel nog een achterkamer. Ik denk dat ik daar een keer een sauna ga maken, gewoon omdat het kan. Uh, ik wil ook nog ergens een keer iets van een meditatiekamertje maken of zo. Ik moet even kijken precies wat ik allemaal wil in mijn huis. Maar oké, okay. ik hoor ook zombies. Dus hier is waarschijnlijk een cave system. Dat zal waarschijnlijk dat cave system in de jungle zijn, want dat was een redelijk groot cave system. Maar dat zien we dan allemaal wel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, wel. dan hebben we hier bijvoorbeeld een paal. Dan hebben we hier chest, 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 chest. Staat daar alles op van dat ding? Oké. Okay. graaf dus graven we ook alvast maar even de plek voor de chests uit. Dat is altijd handig om te doen, natuurlijk. Nou, dit allemaal weggraven. Dit is over het algemeen best wel veel werk. Maar um, ja, ik zal al dat graven wel off-camera doen natuurlijk. Maar ik wil gewoon even aan jullie mededelen uh, hoe ik dit doe. Even kijken, nou in ieder geval even delen. Oké, okay. uh, nou nah, dit moet even weg natuurlijk. Ja, dit is wel het plafond in principe, maar dat maakt het op zich niet uit. Kijk, dit is... Oh nee, dit is nog een laag extra. Dat, dat kan ik eventueel weghalen. Oké. Okay. Het is absoluut niet het beste Minecraft survival... Gedonder, oh my god, mijn, mijn ding. Mijn, mijn pik is kapot. Mijn pik is gebroken. Dat klonk best wel verkeerd, nou ja. Uh... ja oh mijn jezus. Oké. Okay. was Hier komen trapdoors op namelijk, dus daar moet ik wel een beetje mee oppassen. Oké. Okay. Uh... Uh, ik zal wel twee pikjes nodig hebben. Oké. Okay. Bam, bam, bam. Oké, okay. perfecte mondo. Rimundo! Oké. Okay. Uh, zo, graaf, 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 graaf. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Torch. Wel zien wat je doet, natuurlijk. Eh, uh, oké. Okay, ja, zie je. Ik heb <laughs> gewoon in kabels Want ik heb derde van de jou uitgegraven. Dat is echt chill. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik komt hier weer een ding, natuurlijk. Kijk, want dan hebben we hier zeg maar signs op staan voor deze chest. Hier signs voor die chest. En zo gaat het door. Dus dan komt hier nog van dat soort. En ik moet even kijken hoeveel chests ik uh, wil doen. Hier komen er drie, dan drie. Eén zo'n ding is drie chests. Dus ja. En ik moet even kijken of ik hier een plafond op maak. En of ik dit weghaal en daar plafond maak. Moet ik even kijken. Ik wil het eigenlijk wel vier hoog hebben, omdat het gewoon wel fijn is. Maar drie hoog vind ik ook prima in principe. Even kijken, dit wil ik nog wel even weg zo. Oké. Okay. Hey Cole, Hallo Cole, Hoe gaat het met u? Oké. Okay. Zo, so, ja, yeah, ik heb dit storage design van de Kingdom. Dus ja, yeah, ik vind het best wel chill. Of nou ja, andere YouTubers gebruiken het ook wel die de Kingdom niet kennen, dus wat dat betreft. Volgens mij gebruikt Hippo het ook. Wat, van wie heb ik nou? Van de Kingdom of van Hippo? Volgens mij van Hippo of had ik het nou. Nou, whatever. In ieder geval, ik heb het van Eventie 2. Even kijken, maar ja, dat draait Minecraft altijd om. En je kunt een design die je moet afleiden, maar gewoon altijd je eigen draai daar geven. Dat vind ik gewoon het beste van Minecraft. Even kijken, oké, okay. hier nog één zo. Nou, is dit in principe groot genoeg? Storage. Uh, oh, wacht, hier kan ik de trap maken naar de mushroom vorm. Ja, dat ga ik doen. Is um, dus drie, is is dus 18 chests. Ja, dat zal, ja, anders krijg je ook te veel chests. Ja, anders krijg je ook gewoon te veel, dus is op zich goed, prima. Ik ga nog even één weg. Zodat ik daar dan eventueel wat kan maken. Een, een, een trap of furnace room of weet ik het. Nether storage ga ik in de Tower of. Ja, waar, waar wil ik nether soort? Tower of Power of hier? Um, nou, dat denk ik wel gewoon in Tower of Power. Maar goed, zo. Nou eens dus even kijken, jongens. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het bij laten voor vandaag. Niet zo'n hele lange episode, maar hij was wel grappig, denk ik. Hier ga ik mijn storage maken. Ik ga. Um... Denk ik verder alles uitgraven en de muurtjes allemaal doen. Uh, of camera. Want wel, dat wordt er toch gewoon van koud. Dus dat is niet veel boeiend. Uh, maar we gaan het allemaal inrichten met de science en alles. Denk ik in de volgende episode. Dus weet je wat, jongens. Ik wil jullie vragen. Laat even een like achter. En uh, wel subscribe even. Die helpt mij er enorm mee. En wel volg me op Twitter. En Shadow Games 3 Ik ben zo slecht in auto's. Dus ik ga er gewoon echt wat mee doen. Dus zijn ja, jongens wel tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.